Ik weet dat het jullie gewoon niet zoveel interesseert. Ja, en toch ga ik het er even over hebben. Ja, jullie schrijven het altijd aan mij. Harry, we kunnen het je allemaal schelen. We kijken toch geen tv meer. Zoek het uit. Ja, maar goed. Ik moet er toch... Alle zenders hadden het erover. Iedereen had het erover. De terugkeer van de Matthijs. Ja, die Matthijs van Nieuwkerk, daar zeg. Die wordt er zo verschrikkelijk overschat. Ja, dat kent zijn grenzen niet. Zo goed is die niet hoor. Die van Nieuwkerk. Nee, kom nou zeg. Alsjeblieft. En trouwens, waar gaat het over? Dat hij een paar mensen heeft uitgescholden. Of een beetje te hard heeft geschreeuwd. Nou, hij gaat het nooit winnen. En niemand in heel Nederland niet gaat het ooit winnen van Rudy Karel. Rudy Karel, vrienden, die was groter dan de bondskanselier in Duitsland. Dat was, de Rudy was zo groot. En Karel, die heb ik één keer bezig gezien tijdens een repetitie in Aalsmeer voor de Duitse tv. En daar schold hij werkelijk iedereen voor rotte vis. Of het nou iemand was die een microfoon moest aanreiken, de regisseur, het maakte niet uit. Iedereen kreeg de volle laag. Ja, en dat was ook een perfectionist. En dat was een gedreven man. En die ging tekeer. En niemand komt daar overheen. Vrienden, nee, Rudy Karel. Maar wat hebben we nu gezien? Kijk, en hier gaat het om, hè, vrienden. Ja, dit is de essentie van het hele verhaaltje. Die hele tv is één grote nep. Eén grote nepbeweging. Ja, dus we zien daar onze de Matthijs die in een interview, nou, die staat erbij of hangt er zo half bij op zo'n krukkie. En die gaat me daar een beetje het toneelstaat spelen. Dat is een jaar geleden al, hè, het hele verhaal. En die ziet eruit alsof die net te horen heeft gekregen bij de dokter. U heeft nog 2 maanden te leven. Zo staat hij erbij. En, ja, zeg. En een drama en een gedoe. En interessant. Ja, waar gaat het over? Hou even op, zeg. Hey, dat is nep 1. Want het spijt hem voor geen seconde, vrienden. Nee, helemaal niks. Maar, en daarna hebben we dus RTL zelf. Want kunnen we ons nog herinneren toen die affaire uitbrak met de Matthijs? Toen hadden we Bo en toen hadden we die Renze. En die zaten me daar te deugneuzen toen. En die gingen, die vielen ook allemaal die Matthijs af. En die zeiden, dat kon allemaal niet. Het was een schande wat hij allemaal gedaan had. En dat zou hun nooit gebeuren. En zo ga je niet met mensen om. En, oh, maar het was, en nou, verschrikkelijk was dat. En dan moet je ze nu horen. Moet je goed opletten hoe die zich nu... Oh, draai, ja, want hij komt bij RTL. En dan mogen we niks meer zeggen van de Matthijs. En oh, we vinden het ook zo leuk dat hij ook een collega wordt. Wow, oh, hoe misselijk wil je mensen maken, zeg. En dat is dus nep, verschrikkelijk nep. Allemaal nep 2. Ja, wat erg. Ja, vrienden. Ja, dat is televisie. Verschrikkelijk nep.